Een deze dagen, dames en heren, gaat het programma De Wereld Draait Door weer van start. Ooit hield ik ergens een toespraak die ik die titel wilde geven, De Wereld Draait Door, maar er was me te verstaan gegeven dat er auteursrechten op die naam rusten en dat ik er maar beter aan deed om die naam dus niet te gebruiken. Dat is heel vreemd, want het is dus een vrij gewone uitdrukking, Nederlandse uitdrukking, en die had het dus tot een beschermde merknaam gebracht. Een programma dat zich in van alles en nog wat gespecialiseerd had, met tafelheren, tafeldames en nog wat meer, maar nooit over de wereld ging, dat had het dus in Nederland tot die status gebracht. Dat is eigenlijk nogal veelzeggend. Met de wereld bedoelen we in Nederland niet de echte wereld, maar kennelijk wat er aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk wordt gevonden. Nou, geen kwaad woord verder over dat programma, want ik vind het leuk. Maar toch even uitleggen in 2 minuten wat er buiten die tafel allemaal in de doordraaiende wereld gebeurt. En waarom ik dat te belangrijk vind om als een sluitpost te beschouwen. Want ik vind zorg belangrijk, wees gerust, ik vind de hypotheekrente belangrijk, ik vind de forense tax belangrijk, ik vind de langstudeerdersboete belangrijk. Ook niet te vergeten, maar er zijn toch ook een paar dingen die buiten ons om aandacht vragen. Ik klaag niet over het feit dat we 30 jaar geleden nog 1000 tanks in Nederland hadden en nu nog maar 0. Al vind ik dat wel heel erg 0. Ik klaag ook niet over het feit dat we 30 jaar geleden nog een luchtmacht hadden van 400 straaljagers en nu nog maar 60 of 40. En ik klaag ook niet eens over het feit dat u en ik 20 jaar geleden nog 10 euro per week aan defensie uitgaven. 10 jaar geleden was dat nog maar 8 euro per week en tegenwoordig geven we nog ongeveer 7,5 euro per week aan defensie uit. Dat is wel 25% minder. Vooruit maar. De Koude Oorlog is voorbij. We voerden toen nog 60 oorlogen per jaar wereldwijd en nu wat minder, dat is waar. Maar op dit moment lijkt er helemaal geen rem op en ik ga de stelling aan dat de wereld er intussen niet veiliger op wordt. Kan ik dat bewijzen in 2 minuten? Nou, nee natuurlijk. Ik kan het alleen maar illustreren. Dicht bij huis, Midden-Oosten, Syrië, Israël, Iran, chaos in de Sinaï. Als ik de krant van vandaag pak, dan lees ik dat Amerikaanse aircraft carriers zich extra samentrekken in de Perzische Golf, omdat Iran en Israël zich misschien niet kunnen beheersen. Ik las gisteren dat de Amerikaanse wapenexport in een jaar verdrievoudigde, allemaal naar het Midden-Oosten. En dat stemt me ook niet echt gerust. Ik kan u vertellen dat er in de afgelopen 2 minuten dat ik nu al aan het woord ben, wereldwijd 1 aanslag is gepleegd of 1 bermbom is ontploft of een landmijn. Ik kan u vertellen dat in de afgelopen 2 minuten de computers van het Pentagon 12 keer zijn aangevallen. Dat er 3 mensen in die 2 minuten dat ik spreek door gewapend geweld om het leven zijn gekomen en daarvan weer 2 door oorlog. En ja, het Pentagon is misschien niet zo beklagenswaardig. Het wordt belaagd door de hackers, maar het heeft ook dollars om uit te geven. Allemaal waar. De afgelopen 2 minuten stroomde er ongeveer $3 miljoen naar Amerikaanse soldaten, salarissen en drones en bommen. Wat zal de Verenigde Naties jaloers zijn op zoveel geld? Zelf kon die organisatie in de afgelopen 2 minuten maar $150 uitgeven aan vredesoperaties. Dat is ongeveer 8 keer zo weinig als wat de voetballer Eto in de afgelopen 2 minuten heeft verdiend. De afgelopen 12 jaar zijn er in deze 21ste eeuw ongeveer 40 nieuwe oorlogen uitgebroken. Nou, nieuw. 30 daarvan waren oude oorlogen die een beetje aan het smeulen waren, vergeten waren en waar we geen nazorg aan verleenden. Ze laaiden gewoon weer op, omdat we ze vergeten waren. Doorstartoorlogen zou ik ze willen noemen. Hadden we genoeg stabilisatiecapaciteit gehad, vredestroepen erheen gestuurd, dan waren er niet 40, maar dan waren er maar 10 nieuwe oorlogen in deze eeuw uitgebroken. De wetenschap zegt niet zo heel veel, maar wel dat er een heel duidelijk verband is tussen die nazorg en het niet doorstarten van dergelijke conflicten. Anders gezegd, in veel gevallen voorkom je zo'n doorstart als je bereid bent om er 5 jaar soldaten naartoe te sturen. Ik heb daarom in deze barre tijden, waarin ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid en defensie nogal zwaar te verduren hebben, heb ik een heel eenvoudig en bescheiden voorstel. We hoeven dan misschien niet meer de omvang van het leger van 30 jaar geleden te hebben. En we hoeven misschien ook niet meer de ontwikkelingshulp van 30 jaar geleden te hebben. En we hoeven misschien ook niet meer hetzelfde buitenlands beleid als 30 jaar geleden te hebben. Maar als we vinden dat veiligheid en rechtsorde en ontwikkelingssamenwerking en nationaal belang in elkaars verlengde liggen, dan lijkt me dat die 3 beleidsterreinen door iets meer naar elkaar toe te kruipen een hele belangrijke bijdrage kunnen, nee zelfs moeten leveren aan de wereld voordat die helemaal doordraait. Dank u wel. Met applaus.